Ons land zit met een groot probleem. We hebben namelijk een schuld van 2,5 miljard Amerikaanse dollars. Dat zei VHP-parlementariër Assis Kumar Gayadin gisteren in DNA. Hij uitte zijn zorgen over de terugbetaling van deze schulden tijdens de behandeling van de ontwerpwet Spaar- en Stabiliteitsfonds. Het zal ongeveer een jaar duren voordat dit fonds operationeel zal zijn. Het fonds zal worden gevoed door meer opbrengsten uit de mijnbouwsector. Gayadin wilde van de regering weten hoeveel renteaflossing Suriname in de komende 10 jaren moet betalen. Dus van 2017 tot en met 2027 bijvoorbeeld. Daar kijken we naar uit. En wat de verdiensten zullen zijn dan uit de verschillende sectoren in deze komende 10 jaren. Ik denk dat ik nogmaals een beroep doe. En dit is om die samenleving te beschermen. We weten dat de regering dat niet als motto heeft, maar wij zeker vanuit de oppositie. We willen die samenleving beschermen. En voor ons is van belang dat wanneer we een regelgeving hier goedkeuren, dat we het ook kunnen uitvoeren. En dat het goed uitgevoerd wordt. Alle commissieleden onderschrijven het belang van het Spaar- en Stabiliteitsfonds. Commissievoorzitter Amsad Abdul gaf aan dat een aantal knelpunten is besproken binnen de commissie. Ik ben dus enorm blij, voorzitter, dat we uiteindelijk zullen beginnen met dit fonds, voorzitter. Duidelijk voorbeeld, ik zal het blijven zeggen, voorzitter, de bauxietsector en wat wij nu op dit moment meemaken. De knelpunten die in commissieverband zijn besproken. Zoals bij alle ontwerpwetten was er bij deze ontwerpwet ook een aantal fundamentele zaken die wij in commissieverband hebben besproken en daarna ook het ministerie van Financiën van op de hoogte hebben gesteld. Ik zal bij deze knelpunten met u delen, voorzitter, en ook de bevindingen van het ministerie die zij voor ons eerder hadden gemaild of indien veranderingen daar zijn gekomen, dat horen we die straks ook van de minister. Het eerste knelpunt A. Het opnemen van nationale ramp in het ontwerp. Hiervoor zou het van belang zijn om 1. Een definitie te formuleren van nationale ramp. Het voorstel was, of is nog steeds, voorzitter, de omvang van de ramp uit te drukken in percentages van het BBP. En dan een definitie te gebruiken met een bepaald percentage van het BBP. Commissievoorzitter Amsad Abdul. Hij sprak bij de openbare plenaire behandeling in de Nationale Assemblee van de Ontwerpwet Spaar- en Stabiliteitsfonds.